Ik kreeg gewoon serieus een brok in mijn keel. Tranen stonden in mijn ogen. Ik denk, holy shit, ik ga dit gewoon meemaken, man. Ja. Gewoon Jasper en Perry. We staan hier bij Gerst Inspijkenissen. En we gaan samen met Expeditie Robinson deelnemer Robin Bakker de tweede aflevering kijken. Let's go! We hebben net naar de tweede aflevering gekeken met Robin Bakker. Nou ja, wat vond je er zelf van? Ja, ik vond hem heel vet. Ja, hè? Die proef, het staat nog zo vers in mijn gedachten. En dan zie je het zo weer op tv en hoe ze het bewerkt hebben en gedaan hebben. Ja, echt dat gevoel kwam dat het moment dat Nicolette aftelt dat je wint. Mm. Oh, dat gevoel, dat is zo'n lekker gevoel, dat kan ik niet uitleggen. We zijn hiernaast de eigenaar van Gerst, Dirk-Jan. En jij bent eigenlijk op het idee gekomen om Robin uit te nodigen, toch? Ja, klopt. Ja. Ik zag inderdaad op de AD-app een paar weken geleden van... Nou, Spijkenisser doet mee aan Expeditie Robinson dit jaar. En toen heb ik hem gelijk benaderd op Facebook. Want we waren al gelinkt omdat hij altijd op stap kwam hier met een groep vrienden. En eigenlijk gevraagd van, joh, kunnen we niet gewoon een opzetje maken om... op donderdagavond gewoon met een hele groep mensen hier gewoon de uitzending te gaan bekijken. En zo is het eigenlijk ontstaan. Ja, ik vond het wel leuk, weet je wel. Ben je met je maten, familie en onbekende mensen zijn er ook. En dan gewoon gezellig naar aflevering met een drankje en een hapje, weet je. Dat is hartstikke gezellig. En ik vind het nu weer vanavond, of net als vanavond, vind ik het weer hartstikke top. Want je hebt toen bij ons een oproep gedaan op de radio, ook voor stemmen. En je hebt allemaal promotiecampagnes met flyers en zo gedaan. Hoe is het daarna, zeg maar, gegaan? Wanneer kreeg jij, zeg maar, te horen van, je mag op auditie komen? En hoe zijn die auditierondes gegaan? De eerste castingdag, dat was gewoon een gesprek. Het duurde maar een kwartiertje. Ik kwam mezelf helemaal voorbereid met sporten. En conditietraining. Ik denk, we gaan de hele parcours moeten rennen en doen. Maar het bleek dus alleen een gesprek te zijn. En toen kreeg ik het belletje van Robin, jij gaat meedoen dit jaar aan Expeditie Robinson. Ja, dan dat gevoel, dat is fucking niet normaal, man. Echt, dat is een ontlading thuis, jongen. En ik was toevallig alleen thuis, dus ik kreeg gewoon serieus een brok in mijn keel. Tranen stonden in mijn ogen. Ik denk, holy shit, ik ga dit gewoon meemaken, man. Ja. Je zal merken, en dat zal hij ook op zijn Instagram gaan merken dadelijk en op zijn Facebook volgers. Dat het gaat ineens een ongelofelijke spin-off krijgen. En dan willen mensen, die willen natuurlijk gewoon samen met Robin Bakker in Gerst bij Knissen op het grote scherm Expeditie Robinson kijken. Misschien nog even op de foto ook, want ja, als je dan bekend bent, dan... Ja, een praatje, fotootje, knuffeltje. gewoon lekker gezellig een biertje drinken en een praatje houden. En hartstikke leuk. Deze donderdag is het natuurlijk aflevering 3. Ik zou zeggen, kom gezellig kijken hier in de Gerst. Ik ben hier met mijn vrienden, ik ben hier met familie. Neem zelf je vrienden, familie mee, je teamgenoten, je schoolvriendjes. En laten we gezellig een hapje en een drankje hier doen. En natuurlijk kijken naar de volgende spannende aflevering van Expeditie Robinson.